Marijn van den Berg, brons vandaag op het NK voor belofte. Had je dat op voorhand durven dromen? Ik voelde me goed, dus er kon iets moois gebeuren. En we voelden ons eigenlijk allemaal goed binnen de ploeg. Dus het zat er wel aan te komen dat we het goed gingen doen. Iedereen had het van tevoren over SEG Racing, over jullie ploeg ook, Sterk Blok. Hoe hebben jullie de koers aangepakt? Wat was het plan voor vandaag? We wouden de koers gewoon heel hard maken, dus gewoon de hele tijd aanvallen. En zorgen dat het een uitputtingsslag zou worden. Dus dat hebben we gewoon gedaan. En ik heb het nog een paar keer geprobeerd met een groepje weg te rijden. Maar het parcours was er niet voor gelegen om met een groepje weg te blijven. En daarom is het uiteindelijk een sprint geworden, denk ik. Was het parcours ook zwaar genoeg om de wedstrijd hard te maken? Dat weet ik niet, maar de warmte speelde ook wel een rol. En daardoor werd het alsnog wel zwaar. We hebben hard gereden. Niet zwaar genoeg om een groepje vooruit te laten rijden. Nu word jij hier derde vandaag. Ik denk een mooie bekroning op toch al een heel goed seizoen. Ja, waar komt dat in één keer vandaan? Ik voel me eigenlijk het hele seizoen al goed. Ik heb deze winter hard getraind en weer een mooie stap gemaakt. Dat is eigenlijk de bedoeling om weer stappen te gaan zetten en ook richting volgend jaar weer. Dus we blijven hard trainen en hopelijk weer een stap maken binnenkort. En waar resulteert dat in? Wat voor type renner ben jij? Je won de Carpathian Courier Race, vandaag in de sprint derde. Is er iets wat je niet kunt? Nu ben ik gewoon heel erg allround en wil ik me gewoon gaan ontwikkelen in sprint. En dat ik in kleine groepen dan ook beter aan kan komen. Ik denk dat het een voordeel is dat ik heel erg allround ben, maar daardoor is het wel lastig om soms koersen af te maken. Dus ik wil me wel wat meer gaan ontwikkelen in één ding, zodat ik ook echt een koers kan afmaken. Nu is David Nederlands kampioen, jij brons, topresultaat voor de ploeg. Hoor ik, toen jullie hier aankwamen rijden, had je voor de sfeer al door het busje heen galmen. Gaat het ook gebeuren vanavond? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het een mooie avond gaat worden. Heel veel plezier.